Ja, ik snap het ook. eigenlijk ook heel erg goed uh, dat, dat mensen niet precies weten... wat die regionale energiestrategie uh, is. Ik denk dat als je de vraag iets anders zou stellen... als je aan mensen zou vragen, weet u iets over het klimaatakkoord... of weet u dat er een energietransitie plaatsvindt... dat mensen dan net een iets ander antwoord uh, geven. ja De regionale energiestrategie dat is echt een manier om samen te gaan werken. Het heeft dus op dit moment ook nog wel echt iets heel erg bestuurlijks... iets technisch, dus dat dat, dat, dat heel erg ver afstaat van mensen ik. En tegelijkertijd is het wel een heel mooi proces waar mensen wel wat van gaan merken. En dat is dan vooral vanuit de energietransitie. En okay. hoe de provincie eruit komt. Maar te u zien. bent nu nog bestuurlijk bezig daarin dat glimmende gebouw van de provincie aan de nou Verjaardreven. Ja, nee, het is een heel, leuk proces het wat ik, een heel mooi proces wat ik mag leiden. Uh, uh, er zijn dus 30 restregio's. Toevalligerwijs is in Flevoland het zo dat de provincie dezelfde omvang heeft als de, de, de regio. Dat is niet overal zo. Nee. Uh, dat maakt het Ergens wel makkelijk. Hè. Dus in, in Flevoland één provincie, zes gemeentes en waterschap. Ja, die trekken het eigenlijk bestuurlijk. En het mooie van die rest dat we eigenlijk al anderhalf jaar met elkaar aan het praten zijn. Maar ook met woningcorporaties, met het VNO, NCW, met de NMF. Allemaal partijen die hiermee te maken hebben en die nadenken met van ja, hoe staat Flevoland er nou eigenlijk voor en wat zouden we in de toekomst nog meer kunnen gaan doen? Ja, en die toekomst, wat ga ik er uiteindelijk als burger van merken? Nou ja, een aantal dingen, dat is meer die energiestrategieën. We zullen toch echt moeten. Toe moeten naar duurzame energie. en een andere manier om onze huizen. allemaal te gaan uh, verwarmen. dat komt allemaal terug. Uh, wel in die res. En mensen zeggen misschien hier van ja, maar we merken er nog niet zoveel van. Tegelijkertijd zie je, is er geen provincie in, in Nederland. waar zoveel windmolens uh, zijn. waar dus al zoveel duurzame energie wordt opgewekt. En wat heel erg mooi is, en dat hebben we binnen die res. ook al uitgerekend. er zijn al zoveel plannen. die uh, eigenlijk al zijn opgesteld. Uh, Waarbij uh, uh, er al allerlei nieuwe windmolens gaan komen. Hè? Waarbij je in sommige plekken ziet dat het al moeilijk is om überhaupt een windmolen neer te gaan zitten. Zie je nu al bijvoorbeeld langs de A6 dat er alweer windmolens worden afgebroken. Dat kan iedereen al uh, zien. Uh, in, in Flevoland is het zo dat er alweer hele nieuwe, betere, en moderne generaties windmolens worden neergezet. Ja, dat en dat, van dat maakt het, van die, die oude moeten eruit. Er komen minder nieuwe voor terug, maar die komen, worden wel heel hoog. Ja. En ja. die kunnen per stuk meer energie opleveren. Ja. Is dat dan genoeg voor het regionale energiestrategie? Uh, ja, nou, we hebben in ieder geval met elkaar precies uitgerekend wat doen we nou allemaal met elkaar. Ja. Ja, ik wil het proberen niet technisch te maken, mm -hmm. maar in, uh, in het klimaatakkoord is afgesproken... dat er in 2030 ja, voor 35 terawatt aan duurzame energie opgewekt moet gaan worden. Nou ja, zo'n term dat zegt natuurlijk ook niet zoveel. Niet verder dan uh, dat zal ook nog niet thuis. zoveel uh, <laughs> zeggen. Maar wij hebben nou uitgerekend, als je nou alle uh, huidige windmolens... en ook alle plannen die eigenlijk al zijn opgesteld, hè, waar dus nu al mee aan de slag gegaan wordt... als je dat allemaal bij elkaar optelt, en ook voor zon... hebben we uitgerekend dat alleen in deze regio, dus al 13,5% van die uh, duurzame energie voor uh, 2030 hier wordt opgewekt. Dus dat laat wel zien dat we hier hartstikke goed uh, al bezig zijn en behoorlijk op kop uh, lopen in, in, in Nederland. Nou. Ja. Heeft dat niet meer zoveel te doen? Nou, dat, dat is natuurlijk de vraag. Het hele leuke is dat je ons op heel veel plekken in deze uh, regio merkt dat bevlogen mensen, het is dus natuurlijk ook een, altijd een innovatieve regio geweest, hè, ook met landbouw, en je merkt nu ineens dat er op allerlei plekken ook ondernemers nadenken van, hé, hey, ik heb een visafslag, daar komt ook warmte of koude vandaan, hoe kan ik dat nou ook weer gaan gebruiken? Uh, juist omdat er zoveel wind is in deze regio, wordt er bijvoorbeeld ook weer heel erg nagedacht, kan je in de toekomst uh, bijvoorbeeld waterstof opwekken, waar je dan ook weer uh, veel kan doen. Het is natuurlijk een hele waterrijke provincie. Er wordt dus ook alweer nagedacht van, hé, hey, wat zou je dan met het water kunnen doen om daar weer eh, energie door op te wekken? En nou ja, je ziet daar nou niet meteen dat je daar keihard een, op kan plakken van hoeveel het dan in 2030 gaat opleveren. Maar het leuke van de rest is dat al die partijen samenwerken, elkaar weten te vinden, van elkaar leren. En op die manier eh, ja, verwacht ik zelf dat die voorsprong die Flevoland heeft, gewoon blijft houden. Gewoon omdat er hier zo goed wordt samengewerkt. En en mensen elkaar zo inspireren om toch weer na te denken over die duurzame energie. En kan Flevoland dan ook wat betekenen voor andere regio's? Nou ja, dat is. Nu in de rest is het vooral de bedoeling om te laten zien wat wie iedereen, uh, wat die iedereen kan. Hè. Dus, dus we zijn op dit moment vooral bezig om, om na te denken van ja, wat kunnen we nou zelf allemaal, uh, uh, allemaal doen? Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk wel logisch dat als je bijvoorbeeld in de regio Amsterdam kijkt, waar natuurlijk veel minder ruimte uh, is. Uh, uh, dat ze daar minder kunnen dan hier. Op dit moment is het nog niet zo. Is het nog niet zo uh, er wordt, soms krijg je wel eens een vraag uit een andere regio. Zou jullie wat meer voor ons willen uh, ja. doen? Maar die... daar zeggen we eigenlijk op dit moment van ja, nee. Dat is dit daar is dit het moment nog helemaal niet, oh, niet voor. Op dit moment is het gewoon zo. Het verzoek is aan al die dertig regio's uh, gericht van... doe je best, breng in kaart wat je kan. Voor je, en, en voor je eigen regio. En probeer zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vervolgens gaat dat allemaal. Natuurlijk, wel weer bij elkaar opgeteld worden, maar dat is allemaal voor later. Daar zijn we op dit moment nog niet mee bezig.